Vanwege de hoge waterstand op de Waal heeft de gemeente Nijmegen sinds dinsdagochtend vroeg de Waalkade afgesloten. Bussen en ander verkeer worden omgeleid. De afsluiting zal naar verwachting zeker nog enkele dagen duren. Het waterpeil van de Waal is de afgelopen dagen fors gestegen. Dat is goed te zien op de Waalkade in Nijmegen, waar het water op sommige plekken al over de kade klotst. Verwacht wordt dat vanavond het hoogste stand bereikt wordt rond de 13,15 meter boven NAP. Daarna zal het water weer langzaam gaan zakken. Door een breuk in een belangrijke persleiding van waterschap Rivierenland in Beuningen kan er tijdelijk geen gezuiverd water naar de Waal stromen van de afvalwateringszuivering in Nijmegen-Wuurd. Via het gemaal De Biesen in Nijmegen wordt nu samen met ongezuiverd afvalwater uit Sloten in de Waal geloosd. De breuk ontstond afgelopen vrijdag tijdens werkzaamheden op de kruising Hoge Waldstraat en de Van Heemstraweg in Beuningen, meldt waterschap Rivierenland. Dit weekend werd direct begonnen met de reparatie van de leiding. Het waterschap geeft aan dat het wel een poos kan duren voordat de leiding is hersteld. Vanaf 28 november 2023 begint een expositiereeks over 80 jaar nieuwe architectuur in de Nijmeegse binnenstad. De reeks bestaat uit 5 deelexposities die in totaal 2 jaar te zien zijn in de HEMA-etalages in de Augustijnenstraat. De expositiereeks wordt door de Stichting Nijmegen Wederopbouwstad in samenwerking met de HEMA en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis mogelijk gemaakt. In 2024 en 2025 worden de verwoestingen van de binnenstad, de bevrijding van Nijmegen en de wederopbouw herdacht. Deelexposities wisselen op de dag van bepaalde gebeurtenissen van 80 jaar geleden. Mensen die graag met Lego bezig zijn, worden door Museumpark Orientalis uitgedaagd om een kerststal van Lego te bouwen en het tentoon te stellen in het museum tijdens het Feest van Licht. Daar kunnen duizenden bezoekers jouw kunstwerk dan komen bewonderen. Het Feest van Licht vindt plaats van zaterdag 16 december tot en met zondag 7 januari. En op woensdag 13 december kun je tussen 1 en 7 jouw Lego kerststal bij het museum inleveren. Ze zorgen voor een plek in de vitrine, zodat je hem op woensdag 10 januari weer onaangetast kan ophalen.